Ja. Hij doet het. Welkom en goedenavond in de balie. Goedenavond, welkom in de balie. Dat gaat wel heel goed. Mijn naam is Dirk van der Straten. Ik ben programmamaker in de balie. En bovendien hoofd cinema. Dat betekent dat ik de films mag uitkiezen die we hier vertonen. Of mensen mag uitkiezen die films kiezen die we hier vertonen. Maar bij Duivelse Dilemma's is dat weer net even iets anders. Dit is alweer het vierde seizoen van Duivelse Dilemma's. Het vierde seizoen dat Talent United en Human gezamenlijk optrekken om een serie met films over mensen in eigenlijk onmogelijke omstandigheden te maken. En wij zijn heel blij dat we ook al voor het vierde seizoen een reeks van debatten voorafgaand aan deze films kunnen organiseren in samenwerking met Human en Talent United. Daar ben ik dankbaar voor. En het voelt een beetje als, ik had een verhaal van een kwartier voorbereid, maar de Oscar-teller loopt en we lopen nu al uit. En we gaan strikt op de tijd letten vanavond. Het woord is aan Kees Vlaanderen, eindredacteur van Duivelse Dilemma's voor Human en bovendien uw gastheer van vanavond, Kees Vlaanderen. Hartelijk welkom allemaal. Duivelse Dilemma's, inderdaad. Daarin zetten vooraanstaande regisseurs hun personages voor keuzes tussen kwaden. En helaas ontbreekt de juiste oplossing. Zo zie je dat dat altijd weer in een tragedie gaande is. En daar in die traditie staan wij ook. Vanavond over liefdes met een duistere keerzijde, waarin de hand die lief heeft ook de hand is die slaat. Met een column van Hans Boutelier, daarna een debat met de gasten die ik u zo zal voorstellen, en de première van De Liefde van Mijn Leven, de nieuwste film van Boris Pavel Kone, met Sanneke Bos en Ali Ben Horsting. Dat gaan we zien na de pauze. Vooraf gaan we met elkaar debatteren. En daarvoor gaat Hans Boutelier zijn essay geven. Je bent de auteur van je eigen afschrikwekkende gedrag, zei Hans Boutelier. Hij is directeur van het Verwij Jonker Instituut, dat onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken en bijzonder hoogleraar veiligheid en burgerschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schrijft vooral vanuit een moreel perspectief over talloze duivelse dilemma's, omdat, zegt hij, een samenleving die zich enkel laat leiden door wet en wetenschap schraal is en zieloos. Dit waren niet zijn woorden, maar ik geloof niet dat ik ernaast zit. Vanavond opent hij met een gesproken essay de avond, nadat ik eerst heb gezegd dat zijn nieuwste boek De Informatiemaatschappij heet. En het essay heet Ik heb het gedaan, dus ik heb het gewild. Hans Boutelier. Dat boek, dat heet niet De Informatiemaatschappij, maar De Improvisatiemaatschappij. Maar dat terzijde. Veel dank voor de introductie. Ik heb inderdaad een column geschreven over morele verantwoordelijkheid. En dat gaat zo'n beetje 10 minuten duren, dus dan weet u een beetje waar ik aan toe ben. Waar u aan toe bent. En ik ook trouwens. Ja, dat komt, ik lees eigenlijk nooit meer voor. Ik hou eigenlijk altijd wel, ik hou veel verhalen, maar altijd een beetje. Maar nu ga ik voorlezen. Ik heb het gedaan, dus ik heb het gewild. En er staat een vraagteken achter en een uitroepteken. Eén pastoor die de angst voor de hel erin weet te houden is waardevoller dan 100 agenten, zei schrijver Willem Frederik Hermans ooit. Het zou er met de criminaliteit in Nederland heel wat beter voor staan als we vanaf de jaren 60 niet zo radicaal van God los waren geraakt, wilde hij maar zeggen. Hermans deed zijn uitspraken in een televisieportret in 1989, het jaar dat de criminaliteit zo'n beetje haar hoogtepunt had bereikt. Vanaf 1960 was sprake van een vertienvoudiging van het aantal delicten, althans volgens de politiecijfers. Minder pastoors, meer delicten, meer agenten. Dat is de recente Nederlandse cultuurgeschiedenis in een notendop. Het is verleidelijk om de groei van criminaliteit te wijten aan de ontkerkelijking.
Als niemand meer in een God gelooft, dan wordt het een zootje jongen, zei mijn vader lang voor Hermans al in 1970. Toch had hij er zelf ook moeite mee om zijn katholieke geloof vast te houden. Hoe het verband tussen criminaliteit en de secularisering precies ligt, zullen we nooit weten. In diezelfde decennia kregen we immers de auto, de pil, de televisie, de welvaart groeide, ook de relatieve armoede. De economie werd globaal en de bevolking divers. Verklaringen genoeg dus. Vast staat wel dat de morele tradities versnipperden. Iedereen kon zijn eigen God gaan kiezen. Of denken zelf God te zijn. We verloren inderdaad de angst voor de toorn Gods. Maar weerhield alleen die ons dan van geweld, diefstal en aanranding? Er is toch ook die ander waar we ons in kunnen inleven zonder dat we daar een God voor nodig hebben? Angst voor de hel is er alleen als we geloof hechten aan het verhaal erachter. En die ander zien we pas echt als we willen kijken en luisteren. En daar hebben we het als samenleving misschien door de secularisering moeilijker mee gekregen. Verhalen delen. We kregen immers allemaal recht op ons eigen verhaal. En internet maakte het mogelijk om dat met de hele wereld te delen. Maar wie luistert er dan nog? We staan digitaal allemaal tegen elkaar aan te roeptoeteren als eenzamen in een overbevolkte woestijn. Cultuurpessimisme ligt nu op de loer en daar wil ik voor waken. De criminaliteitscijfers zijn namelijk redelijk stabiel gebleven. Ook zonder angst voor de hel. En het goddeloze zootje waar mijn vader zo bang voor was, blijkt veel meer geordend te zijn dan hij zich kon voorstellen. Zo'n chaos is het nu ook weer niet. In een complexe netwerksamenleving zitten gedeelde patronen die we zelf moeilijk kunnen zien. Denk maar eens aan een zwerm spreden. Of menselijker, aan jazzmuziek. Georganiseerde vrijheid. Spelen in de bereidheid naar elkaar te luisteren en af te stemmen. Mogen excelleren, maar ook weer willen opgaan in het geheel. We leven in een improvisatiemaatschappij. Dat boek dus. Die zowel een takkenherrie als schitterend samenspel produceert. Geslaagde improvisatie is misschien wel de hoogst mogelijke vorm van menselijke organisatie. Maar die veronderstelt wel onderlinge afstemming en aandacht. We kunnen blijkbaar zonder opzwepende toespraken van ideologen of donderpreken van de pastoors en dominees, maar niet zonder die onderlinge aanspreking. Gedeelde verhalen, leuk of spannend, gaan vooral over morele opties. Ze voeden onze intuïties over goed en kwaad. Met de secularisering verloren we de angst voor de hel, maar vooral ons morele zelfbeeld en het gesprek daarover. We zijn uitgegroeid tot superrationalisten die voor al onze gedragingen wel een verklaring weten te vinden. Van ADHD tot slecht geslapen. Van een verslavingsgen tot de symbiotische relatie met mijn moeder. We werden sterren in het wegverklaren van wat niet deugt. Er zijn zelfs auteurs die vinden dat wij ons brein zijn. Hun boeken vinden gretig aftrek. De menselijke wil bestaat niet, dus we kunnen er eigenlijk niet zoveel aan doen als we gaan schoppen, schelden en slaan. Als we goed presteren, slaan we onszelf graag op de borst. Maar bij minder plezierig gedrag kijken we liever naar externe oorzaken. De omstandigheden, onze hersenen en vooral die anderen. Met het geloof verloren we vooral de morele aanspreking van onszelf. Wij zijn geen effect van condities. Wij zijn de auteurs van ons eigen gedrag. Wij zijn ons brein. Ons zelfbewustzijn is groter dan zijn organiserende materie. En we kunnen dat zelfbewustzijn bevragen op zijn morele voor- en afkeuren. Dat bepaalt menselijke kwaliteit. We hebben onze normatieve positiebepaling voor een belangrijk deel uitbesteed aan de wetenschap. En voor de omgang met elkaar zijn we steeds meer gaan leunen op het recht, wetten,
regels, controle, auditing, contracten, convenanten. Het strafrecht werd ons morele ankerpunt. Een normatief bolwerk waarvan de publieke moraal is afgeleid in de vorm van preventiebeleid. Zo werd het strafrecht de bron in plaats van uitdrukking van onze normen en waarden. Maar een samenleving die zichzelf alleen maar kan organiseren via de wetenschap en het rechtssysteem verschraalt. Wat die zin was inderdaad van mij. Zij verliest haar elan. Maar toch wil ik niet overdrijven, zo erg is het niet. Ik had het al gezegd. Ik bespeur zelfs iets van een kentering. Of misschien hoop ik daar wel op. Ik waag me aan de stelling, alleen deze avond. Ik waag me aan de stelling dat we in deze tijd de innerlijke en onderlinge morele aanspreking aan het herontdekken zijn. Onze wereld is radicaal onttoverd. We kunnen geen enkel verhaal meer voor waar aannemen, behalve als we fundamentalist zijn. We realiseren ons steeds meer dat de wetenschap ons de werkelijkheid kan tonen, maar geen morele gerechtigheid kan brengen. We weten dat we die uiteindelijk bij onszelf moeten zien te vinden. We moeten het doen met onze eigen idealen, onze tradities en nieuwe ideeën. We moeten elkaar durven te bevragen op onze bevindingen, ervaringen, morele intuïties en rechtvaardigingen. Ik heb het gedaan, dus ik heb het gewild. We doen het, want zo willen we het. In de vanzelfsprekendheid van die morele aanspraak schuilt uiteindelijk de kwaliteit van een samenleving. Dank u wel. Dat was Hans Boutelier, dankjewel. Ik ga de gasten aan u voorstellen. Als jullie één voor één naar voren willen komen, als ik je heb omgeroepen, nou, dan zou dat heel fijn zijn. Als een man je slaat, is het tijd dat je hem verlaat. Was het maar zo simpel. Want de hand die slaat is ook de hand die lief heeft, zegt René Rumkens. Ze is een autoriteit op het gebied van gender-based violence. Ze was hoogleraar interpersoonlijk geweld aan de Universiteit van Tilburg. En sinds 2013... Waar zit je? Oh, daar. En sinds 2013 is zij directeur van Atria, een kennisinstituut voor vrouwengeschiedenis en emancipatie. René, ga zitten. Ja. We zien de daders als het grote kwaad, zegt Sander van Arum. En dat is onzin, want het zijn je buren, je eigen gezin. Het kan je vader zijn, zoon, zelfs dochter. Van Arum is psychotherapeut en hoofdbehandelzaken bij de Waag in Nederland. Vroeger behandelde hij daders, tegenwoordig betrekt hij het hele gezin erbij, om te zoeken naar duurzame oplossingen. Sander van Arum. Toen Shanti Jansen bloedend op de vloer lag, nadat haar vriend haar tegen de vloer de vlakte had geslagen, zat hij tegenover haar en sneed in zijn arm. Het was allemaal haar schuld. Van haar 15e tot haar 21e leefde Shanti met een man die haar psychisch en fysiek mishandelde. Ze wist eraan te ontsnappen en nu is ze voorzitter van de cliëntenraad van de Blijfgroep. Shanti Jansen. Tjarda Rezing leefde langdurig in een gewelddadige relatie. Haar man probeerde iedere stap die ze zette te controleren. Na zo'n lange tijd ga je vanzelf geloven dat het je eigen schuld is, zegt ze. Maar ze wist zich te bevrijden uit een spiraal van geweld. Ze brak met de schaamte en schreef een prachtig boek over haar ervaringen. U kunt het daar zien liggen en straks in de pauze bestellen. Donderslag. Tjarda Rezing. Misschien om een indruk te geven waar we het over hebben, is het goed om wat
minstens 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld. 200.000 mensen. Elke 6 minuten ontvangt de politie een melding. 1 op de 10 vrouwen is slachtoffer van ernstig geweld binnen een relatie. Geweld in thuissituaties kost wereldwijd jaarlijks meer mensenlevens dan het doden vallen in oorlogen. Tjarda en Shanti, jullie hebben het meegemaakt. Is het moeilijk om daarmee naar buiten te komen? En hier te zitten bijvoorbeeld? Tjarda? Ja? Ja, het is toch wel enigszins lastig. Het is heel persoonlijk. Maar goed, ik denk wel dat het belangrijk is om naar buiten te brengen. Omdat het toch moeilijk is om erover te praten. Ook vooral als je zelf in zo'n situatie zit. Wat heb je moeten overwinnen om er naar buiten te komen? Ik denk toch wel een gevoel van schaamte, denk ik. Ja. Ja. Heb je het lang verborgen gehouden? Ja. Hoe lang heeft het bij jou geduurd? 16 jaar. 16 jaar in een relatie en 16 jaar erover gezwegen? Ja. Wist iemand daarvan? Alleen mijn ouders. Die voelden dat aan en mijn zuster ook. En voor de rest eigenlijk niemand. Shanti, en jij? Hoe is het? Hoe was het om daar voor het eerst mee naar buiten te treden? Eigenlijk best wel. Ik werd in mijn omgeving al meerdere malen gevraagd en mij al gezegd. Ga uit die situatie. Maar ik bleef ontkennen en mijn hand boven. Naar buiten treden was toch wel echt een hele drempel die ik moest klimmen, zeg maar. Ja. Waarom was dat voor jou zo moeilijk om daarmee naar buiten te komen? De schaamte ook. En ik werd eigenlijk door de buitenwereld sterke, bij de hand eigenwijze vrouw of jonge dame. Ja, achter de voordeur was het allemaal helemaal niet het geval. Tja, en die illusie wilde jij ook niet doorbreken? Nee, eigenlijk niet. Nee, en dat moest wel toen je moest bekennen dat het allemaal anders was. Ja, toen ik eenmaal weg was gegaan, zeg maar, toen duurde het over durven spreken en erkennen naar familie en vriendinnen toe, zeg maar, wel een tijd. Maar ja, uiteindelijk heb ik het wel. Tja, oké. René Rumkens, ik kan René zeggen. Ja, dat hadden we eigenlijk nog niet, maar ik ging. Ja, oké. Als een man je slaat, is het tijd dat je hem verlaat. Dat klinkt simpel. Waarom is het zo moeilijk? Omdat elke scheiding moeilijk is. Ja. Je bent in een relatie met iemand. Althans, je bent ooit een relatie aangegaan met een geliefde omdat je van iemand houdt. En als het goed is, houdt die ander ook van jou. En in die wederkerigheid zit ook heel veel kwetsbaarheid. Dat is inherent aan een relatie. Mm-hmm. Dus er wordt ook niet voor niets gevraagd bij een trouwbelofte. For better and for worse. Want in een intieme relatie geef je je bloot, letterlijk en figuurlijk. En kunnen je beste, maar ook je meest kwetsbare, om niet te zeggen je minst mooie kanten, naar voren komen. Dus dat gebeurt in elke relatie. En in die zin denk ik, het feit dat je geslagen kunt worden in een relatie is een van de schaduwkanten die niet noodzakelijkerwijs het besluit om te gaan scheiden van die persoon makkelijker maakt. Integendeel, denk ik. En ook psychologisch gezien is dat ook intussen bekend. Want wat er vaak ontstaat in een relatie, waarin je dus dat palet aan emoties met elkaar deelt, dat wil ik echt benadrukken. Want de buitenwereld denkt dan, het is iemand die slaat. Maar daarom zeg ik ook inderdaad, de hand die slaat is vaak ook de hand die lief heeft.
Dus als je moet pendelen in dat palet aan posities waar je dan mee te maken krijgt, is juist het contrast tussen geweld en de liefdevolle kant heel erg groot en heel verwarrend. En wat intussen in de klinische psychologie ook is geconstateerd, is er kan een traumatische binding ontstaan. Met andere woorden, juist door dat geweld kan die binding heel diep raken, omdat je dat herstel zo hard nodig hebt. Maar kan je me daar een praktische voorstelling van geven? Hoe kan dat? Hoe kan dat, of misschien weten jullie dat. Hoe kan het geweld ook leiden tot samenkomen? Is dat de opluchting die daarna plaatsvindt, als het weer over is? Of? Ja, eigenlijk wel. Als je het weer goed kan doen en weer... als diegene je weer lief heeft, dat geeft toch weer een bepaalde warmte en maakt voor jezelf ook weer goed. Ja. Dit is wat jij bedoelt. Ja, en ook vaak de constatering van de partner dat op het moment dat, we hebben het dan nu over mannen die slaan, dat als die man geslagen heeft, vaak achteraf ook echt niet goed weet waarom die zo uit zijn dak kon gaan. Ja. Dat is in het begin heel vaak het geval. Dat controleverlies is ook overrompelend voor degene die het doet. En dat is natuurlijk ook heel verwarrend voor het slachtoffer. Dus de spijtbetuigingen zijn dan ook vaak heel intens. Ja. Sander, je werkt al heel lang met mannen die slaan. En de laatste tijd meer in gezinsverband. Maar waarom heb jij zicht op waarom mannen geweld gebruiken in relaties? Ja, dat is heel veel redenen. Het kan zijn omdat ze bang zijn iemand kwijt te raken, in controle gaan uitoefenen. Het kan zijn omdat ze echte rotzakken zijn die gewoon overal iedereen op de vuist gaan, zullen we zeggen, ook op straat. Jouw klemrijden als je hem snijdt, per ongeluk snijdt of zo, weet je wel, zo iemand. Mm-hmm. De echte bad guys, zullen we zeggen, die instrumenteel zijn en die onderdrukken iedereen, zou ik kunnen zeggen. Die maken het ook niet zo gauw goed, want waarom zou je dat doen? Hè? Wat levert je dat op? Maar Sander, waarom zijn er toch altijd weer mannen? Hè? Ik bedoel, het gebeurt waarschijnlijk ook wel eens dat vrouwen mishandelen of slaan of zo, maar structureel is het zo dat het vooral de mannen zijn die dat doen. Dat is klopt en zal ik ook altijd, zeg ik er ook altijd gelijk bij, maar jij zei het net ook al. Ja. Het zijn natuurlijk ook... vrouwen die mannen slaan. Er zijn ook mannen die mannen slaan. Er zijn vrouwen die vrouwen slaan. Jawel, oké, maar dat is niet zo structureel, heb ik toch de indruk, dan wanneer het om mannen gaat. Met mannen heb je het gevoel van, ja, dat is schering en inslag. Ja, een hele belangrijke is, en dat is natuurlijk traditioneel, dat de man de machtige positie had. Ja. En dus voor die mannen was het normaal om te zeggen van, ja, als je niet doet wat ik zeg, dan... je eigen schuld, die gaat over de grens. Dan kan je een dreun krijgen als je het nog een keer doet. Hè? Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn het omgekeerde. Dat juist mannen dreigen positie te verliezen. Worden ook al niet misschien zo aardig gevonden in het gezin. Of niet zo gerespecteerd. Mm-hmm. En dan proberen ze, als ze niet op een andere manier kunnen, met geweld hun gezag te heroveren. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat er echt heel veel verschillende soorten mannen zijn en heel veel verschillende soorten vrouwen. Er is niet eigenlijk one size fits all. Dat was vroeger anders. Toen dachten we daar anders over. Ja, niet zo lang geleden hadden we het heel simpel. Er was een man en die man was slecht en die sloeg en die moest in een groep. En het werkte niet, maar dat was echt heel kort geleden hoor, dat we zo over dachten. Ja, en sindsdien is de neiging om dat meer als gezin te behandelen of als een man binnen een context, zijn omgeving? Nou ja, dus het oude plaatje van er is ergens een vervelende man en die slaat of die mishandelt mensen. Die mannen zitten over het algemeen meestal in je gezin. Ja. Je broer of je vader of je oom of je... Maar het kan ook je zus zijn of je moeder. Tjana, wanneer was jij voor het eerst echt bang? In het eerste jaar van mijn relatie. Als iedereen verliefd is, zeg maar, dan wel stoeipartijtjes en dan daag je elkaar uit. En hij kon niet goed stoppen. Dus als ik dan aangaf dat het genoeg was, dan ging hij gewoon door.
En aangezien hij veel groter was dan dat ik was en zwaarder ook, heb ik op een gegeven moment besloten om mezelf op te sluiten op de wc. Omdat het toch een beetje te erg werd op dat moment. Ik heb de wc op slot gedraaid. En vervolgens heeft hij staan schreeuwen op de gang en staan bonken op de deur, de wc-deur. Toen heb ik me wel een moment heel, heel bang gevoeld. Want ik denk, als hij er doorheen slaat, want hij sloeg echt heel hard, wat gaat hij dan doen? En ja, ik durfde pas de wc uit te gaan toen het helemaal stil was en rustig. En dat ik hem ook rustig hoorde zeggen tegen me van joh, kom er maar uit, dat was niet de bedoeling. En toen ik eenmaal de wc uit was, toen zag ik het, inderdaad een grote deuk in de deur. Die hij dus in de deur had geslagen. Ja. Was dat de eerste keer? De eerste keer die ik me kan herinneren. Zeg maar. Ja. Was dit ook dat jij dacht van wie heb ik nu? Was je verrast? Ja, gek genoeg niet direct. Want hij had wel meer dat hij even boos was op iets en dat hij dan een tik gaf tegen een boom buiten of een... Het zat al in hem. Ja, dat deed hij wel. En nou, ken jij wat Sander zegt? Die zegt van ja, was hij bang om jou kwijt te raken? Had je er een verklaring voor waarom hij dat deed? Nou ja, eigenlijk niet. Hij gaf zelf die verklaring. En dat kwam omdat ik hem uitgedaagd had en ik... Ja, zei dat hij moest stoppen. En eigenlijk, als ik zei dat hij moest stoppen, zei ik eigenlijk dat hij door moest gaan in zijn idee. Ja, ik zit te knikken, Shanti. Dus jij herkent dit wel. Ja, zeker. Ja, eigenlijk het hele verhaal van wat ze net vertelde. En ook of dat ze schrok van het eerste moment, zeg maar. Ja. Voelt en ziet het al aan kleine dingetjes aankomen. Mm-hmm. Wat je dan min of meer voor jezelf wegcijfert, omdat het nog niet zo erg is. En wanneer dan de eerste keer dat je echt bang bent plaatsvindt. Probeer je er ook een verklaring voor te vinden? Goed te praten op de een of andere manier? Of te denken van, nou ja... Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe dan? En, hoe doe je dat? En naar mezelf. En hem ook goed praten en een hand boven zijn hoofd houden. Ja. Want als je het goed praat, dan is er verder niet zoveel meer aan de hand. Dan is er een gebeurtenis geweest en dan... Ja, nou ja, dan kan je weer over tot de orde van de dag. Yes. Ja. Maar ja, dan komt er een tweede keer en dan een derde keer. Ja. Waarom blijf je bij zo'n man? Het gaat namelijk heel geleidelijk. Hè? Je hebt het helemaal niet zo in de gaten. Toen dat moment op de wc, dat weet ik dan nog heel erg. Maar eigenlijk de incidenten daarna kan ik me nu niet meer voor de geest halen eigenlijk. Ja. Dat, waarschijnlijk waren die minder ernstig of... dan heb ik die gewoon verdrongen, zeg maar. Dat ik die gewoon niet meer kan herinneren. Elke keer maakte die er toch van dat het door mij kwam. Omdat ik zo had gedaan, moest hij zo reageren. Dus ik had echt het idee dat ik heel veel invloed op zijn gedrag had. Mm-hmm. Dus dat ik degene was die daar dan iets aan moest doen. Gelooft hij hem? Ja. Jij dacht ook dat het in jou lag? Ja, eigenlijk wel. Maar omdat dat... het klinkt zo ongeloofwaardig natuurlijk. Voor mij ook hoor, als ik daar nu over terugdenk. Maar omdat het misschien in het begin... eens in het half jaar plaatsvond, zeg maar. Ja, dan vergeet je het ook wel weer snel. Want dan denk je, ja, weet je, stel me aan, het komt wel weer goed. Ja. Nou ja, totdat het veel vaker gaat plaatsvinden. En ja, dan is er gewoon eigenlijk ook geen weg meer terug. Shanti, ben jij altijd gebleven of ben je ook wel weggegaan? Of hoe is dat bij jou gegaan? Nou, ik heb wel echt periodes gehad dat ik weg ben gegaan. Na de eerste klap die ik had gekregen, had ik een bloedlippen overgehouden. En ik wist al van, ja, dit is niet goed, je spoort niet, dit kan echt niet. Ja. En toen ging ik dus weg, schreeuwend en al met... spullen gooien naar hem. Ik heb mijn spullen gepakt en dan ben ik weggegaan. Maar dan krijg je telefoontjes en sms'jes en excuses en bossen rozen enzovoort enzovoort met duizenden excuses en het spijt hem zo erg. En dan denk ik, nou, laat me nog een kans geven. Ja. Ja, ik las ergens 71% van de vrouwen gaat weer terug. Zou dat kunnen kloppen? René?
De meeste vrouwen die, die weggaan, gaan terug. Uit onderzoek wat ik zelf in de jaren 80 gedaan heb, bleek dat van alle vrouwen die uiteindelijk naar een opvanghuis gegaan zijn, dat de meeste 5 of meer keer weggaan voordat ze weggaan. Wat ik nog kort wilde aanstippen is, als je de vraag stelt van waarom gaan vrouwen terug, dat is natuurlijk een, ik denk, 2 dingen. Het punt wat Sander net ook al noemt. Het is onderzoek wat in de afgelopen 20, 25 jaar gedaan heeft, wat heeft laten zien hoe verschillend de problematiek kan zijn. Dus dat moet je inderdaad benadrukken. Er is niet één type mishandeling in relaties, dus ook niet één type pleger. Dus dat is heel belangrijk, om zeker ook voor de behandeling. Mm-hmm. Maar ook om dat proces te begrijpen van hoe moeilijk het kan zijn om weg te gaan. Het tweede punt is dat ook uit onderzoek is gebleken hoe ongelooflijk wijdverbreid en genormaliseerd, dat wil zeggen geaccepteerd, geweld en intimidatie tegen vrouwen is. Er is dit voorjaar een onderzoek verschenen, voor het eerst een grootschalig en betrouwbaar onderzoek in 28 Europese landen. Er zijn 42.000 vrouwen ondervraagd op een heel intensieve manier. Dat heeft een enorme rijkdom aan gegevens opgeleverd. Voor degenen in deze zaal die geïnteresseerd zijn, Atria heeft daar een boekje over uitgebracht. Dat had vanavond hier moeten zijn, maar dat is vrij verkrijgbaar bij ons in het instituut. We hebben die gegevens kort samengevat, want dat is een rapport van 200 pagina's. Maar wat daar onder andere uit naar voren komt, is dat 3/4 van de vrouwen gemiddeld in Europa meer dan eens seksuele intimidatie op straat heeft meegemaakt. Daar hebben we het dus niet over geweld thuis. Wat dit zegt is dat we dus in Europa in een cultuur ons bevinden waarin het seksualiseren en beledigen van vrouwen, want dan gaat het dus gewoon over opmerkingen maken, dat dat heel veel voorkomt en dus een deel is van een cultuur. Dus wat ik vaker als onderzoeker ook heb gezegd is, waarom verbazen wij ons zo en is de verontwaardiging zo selectief over geweld binnenshuis en waarom die vrouwen niet weggaan, terwijl wij buitenshuis een heleboel geweld tegen vrouwen accepteren met z'n allen. En daar is dus een voedingsbodem, wordt daar meegelegd, die ook binnenshuis doorwerkt. Zijn er toch culturele verschillen te herkennen? Binnen Nederland, bedoel je? Ja, Nederland, ja. Onderzoek op dit moment laat dat niet zien. Okay. Wat wel blijkt is dat in de opvanghuizen in Nederland je ziet een relatieve oververtegenwoordiging van vrouwen uit migrantengemeenschappen. Dus Turks-Nederlands, Marokkaans-Nederlands, Suriname. Maar dat heeft vrijwel zeker een hele simpele maar tragische oorzaak, namelijk dat de alternatieven in de eigen omgeving er niet zijn. Want uit het onderzoek wat ik gedaan heb, blijkt inderdaad dat voordat vrouwen naar een opvanghuis gaan, zijn ze vaak al meerdere keren bij familie en vrienden, hebben ze aangeklopt om tijdelijk te onderdak te krijgen. En dan hangt het er vanaf of je een netwerk hebt waar je onderdak kunt vinden. Ja. Nee, maar die sturen ze terug. Die sturen ze terug? Ja. Dat is wat je bedoelt, toch? Ook. Ja, maar ze vragen ook vaak. Oh, die sturen ze terug naar de partner dan? Ja, maar je moet je aanpassen. Is je eigen schuld. Je bent ook, weet ik veel wat. René zegt eigenlijk van, joh, waar verbazen we ons over? Want dit is onderdeel van onze cultuur. En dus die mannen zijn onderdeel van onze cultuur. Zijn het gewone mannen, de mannen die jij behandelt? Wat zeg je nog eens? Zijn het gewone mannen, die mannen? Wat voor mannen zijn het? Nou ja, het is allemaal verschillend, hè? Dat heb ik al een keer gezegd. Maar het zijn dus inderdaad, het zijn dus ook gewone mannen. Want het is natuurlijk, er zijn zoveel redenen. Het kan in je zitten, dat je zo afhankelijk bent of zo instrumenteel bent. Je bent zelf mishandeld, dus je bent gewoon een rotzak geworden, zeg maar. Hè? Maar het kan ook zijn dat je het normaal gesproken wel redelijk redt in het leven. Maar dat je wel zwakke plekken hebt, zoals wij allemaal, jij en ik ook, hè? Maar als er dan en dit gebeurt en dat gebeurt en je wordt ziek en er is stress en je hebt schulden en alles zit tegen. En dan heb je ook nog een ingewikkeld kind en of je hebt een huilbaby. En dan... Ja, jij moet je het kunnen verplaatsen in die mensen, neem ik aan, om ze te kunnen behandelen. Lukt dat? Ja, zeker. Dat kan heel goed. Maar het gevaar is altijd een beetje dat als je denkt van dat ze beïnvloedbaar zijn, dat je dan ook het gedrag vergoeilijkt. Hè? Ja. En dat is waarom het zo belangrijk is om niet zo snel naar het begrip te gaan.
Maar eerst maar naar het veiligstellen en rustig worden. Eerst naar de opvang. Eerst rust. Eerst uit elkaar. Eerst een veiligheidsplan. En dan pas daarna, als het gekalmeerd is, dan ga je eens kijken hoe zit het nou eigenlijk precies tussen deze mensen. Wat doet die man, wat doet die vrouw, wat is er aan de hand? Ja. Hoe denken die daders zelf eigenlijk over het feit dat ze hun vrouw, laten we het daar nog bij houden, geslagen hebben, mishandeld hebben? Nou, sommige mannen die geven het gewoon toe en andere mannen die doen het, hè, wat jouw man deed, zeg maar jouw ex. Is dat herkenbaar dat die mannen de oorzaak ergens anders leggen? Ja, dat doen wij allemaal trouwens, hè, voor de helderheid. Van, het is die lul, die, daardoor komt het, of mijn baas, of mijn regisseur, of weet ik veel. Ja. Maar, dus zij doen het ook. En zeker als het dus zoiets is van, ik heb de controle kwijtgeraakt en ik ben een man die de controle nooit kwijtraakt. Ja. Dan ga je zeker de andere schuld. Was jouw man zo'n man die je wilde controleren? Ja. Ja. Hoe uitte zich dat? Ja, continu willen weten waar ik was. Ik had al heel vroeg een mobiele telefoon en die was roodgloeiend. Ja, continu berichtjes van, goh, waar ben je? Waarom ben je nog niet thuis? Ik ben nu hier, waar ben jij? Echt heel vaak. En dan... En wat was de reden daarvoor? Was die bang dat je vreemd ging? Was die, wat was het? Oh, ik heb heel veel dingen gehoord van hem. Maar misschien ook dat het was. Mm-hmm. Ja, maar hij wilde voornamelijk weten waar ik was. En als ik er niet was, dan wilde hij eigenlijk zorgen dat hij zo snel mogelijk in de buurt zou zijn. En ja, in het begin is dat heel... vond ik het wel lief dat hij zo geïnteresseerd was. En eigenlijk... vond ik dat niet heel erg storen. Ja, totdat het steeds erger werd, zeg maar. Klinkt bijna zielig, hè? Was hij bang dat hij je kwijt zou raken? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar goed, ja. Ik weet het niet. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Ja. Ja. Hij zal het altijd ontkennen, hoor. Dat denk ik. Ja. Oké. Okay. Hij was niet bang dat hij je kwijt zou raken? Dat denk ik. Ja, ik denk dat maar hij dat gaat zeggen. Wel. Ja, ja, dat deed hij zeker. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Was hij jou ook zo controleziek? Ja, zeker. Hij was echt ziekelijk jaloers, maar echt ziekelijk jaloers. En net wat ze zegt, in het begin vind je het nog leuk van, oh, hij is jaloers en hij geeft op me en hij denkt de hele dag aan me. Maar op een gegeven moment word je er gewoon moe van. Steeds erger. Als ik bijvoorbeeld in een lange rij bij de kassa sta, bij de supermarkt, en ik ben 10 minuten later, nou, kreeg ik al van alles naar mijn hoofd. Wat ik in die 10 minuten wel niet allemaal gedaan had. Ja, wat is jouw idee eigenlijk? Waar kwam het bij hem vandaan, dat geweld? Wat was nou, heb je daar een verklaring voor kunnen vinden? Nou, ik had er in de relatie zelf vooral een verklaring voor. En dat was dat hij als kind mishandeld is door zijn moeder. En zo geen liefde gekend heeft. En, want dat was hem overkomen? Ja. Oké. Okay. Ja. En dat was eigenlijk mijn verklaring voor waarom hij nu zo met mij omging. En ik moest dus voor mijn gevoel laten zien van, niet iedereen is als je moeder. Ook al sla je mij, ook al ben je slecht voor mij. Ik hou wel van jou en ik blijf wel bij jou. Mm-hmm. En vond je het een acceptabele, verklaring? Sommige momenten wel. Ja? Ja. Dat je dacht van, ja, die jongen die kan er ook niks aan doen. Ja, ja, zeker. Ja, echt waar? Ja. 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 Hoe denk je daar nu over? Ja, heel anders. Ik bedoel van, wat hem ook is overkomen als kind. Je bent volwassen en naar mijn idee had hij wel een bepaald gezond verstand. En ik had me eigenlijk niet voorstellen, als je van iemand houdt, hoe je diegene dan zoveel pijn kan doen, letterlijk. Wat je doet, wil je, toch? Ja. 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 Ja, precies. En geen flauwekul verder. Ja, nee. Dat is het eigenlijk. Ja. Ja. Mag ik daar heel kort iets over zeggen? Ja, natuurlijk. Ik denk dat het ook complex is. Ik ben het in die zin niet helemaal met Hans zijn prikkelende stemming eens. Van wat je doet wil je. Ik denk dat de tragiek van sommige mensen is dat ze iets doen wat ze niet willen. Mm-hmm. Maar niet in staat zijn om dat doen een andere richting uit te kiezen. En dat dat ook in relaties voorin geslagen wordt. Dat het dan de partner is die denkt, als ik nou maar, tenminste dat die indruk krijg ik uit het verhaal wat Shanti net vertelde, als ik nou maar heel erg hard blijf houden van hem, dan komt het wel goed. Ja.
Maar als iemand zelf niet in staat is, in die zin is dat ook een dynamiek die je in veel scheidingen ziet. Op het moment dat iemand zelf een probleem heeft en zelf niet in staat is om daar een wending aan te geven, een partner kan dat niet. Die kan hooguit het proces wat iemand zelf inderdaad de verantwoordelijkheid verneemt, dat te keren. Het is er van nodig om zo iemand tot andere, een klik te laten maken of tot andere inzicht te komen? Ja, ik denk dat het moet beginnen met, in die zin hoor ik het pleidooi van Hans als een wens. Namelijk dat datgene wat je doet, daar moet je de verantwoordelijkheid voor willen nemen. Ja. En of je dat kunt, dat is vervolgens de vraag. En als blijkt dat je dat niet kunt, heb je een probleem. Nee, niet allemaal. Maar dat zelfinzicht, dat lijkt erop dat je dan toch naar jezelf moet kunnen kijken, toch? Ja, maar dat heeft heel lang is dat een beetje een jammer geweest. Dat je de verantwoordelijkheid moest nemen, dat het doel was. Want als je dat deed, dan zou je het niet meer doen. Mm-hmm. Dat was het ook weer zo'n enge opvatting van wat helpt. Want er zijn mannen die kunnen uiteindelijk misschien met hulp best wel toegeven, maar het zijn nog steeds impulsieve mannen. Dus je had ze beter, daar draai ik het even scherp om, je had er beter ze aan de impulsiviteit kunnen werken. En niet aan dat ze toegeven dat ze het gedaan hebben. En dan was het veel beter geweest. Ja, hoe werk je aan de impulsiviteit? Hoe ban je dat? Hoe kan je dat verbanden? Zoals je alles kan oefenen. Je bent impulsief. Je kan oefenen van hoe je jezelf kan afleiden. Hoe je het eerder aanvoelt komen. Zodat het niet hoeft gedaan te worden. Er zijn allemaal technieken voor. Ja. En die zijn succesvol? Ja. En betekent dat mannen ook weer geschikte echtgenoten worden die hun handen niet verkeerd gebruiken? Nou, nee, nee, niet altijd natuurlijk. Nee. Soms in een volgende relatie. Soms in een volgende relatie ook niet. Ja. Er zijn geen mooie oplossingen. Hè. Want René, jij weet dat ongetwijfeld, als je dat in historisch perspectief plaatst, hè, maar is het altijd onaanvaardbaar geweest dat vrouwen door hun mannen geslagen werden? Of niet? Nee, bepaald niet. Die historisch gezien, er zijn tot eind 19e eeuw zijn er nog wetten geweest in Europa waarin het expliciet werd toegestaan om je vrouw te slaan, mits de stok waarmee dat gebeurde niet breder was dan een duim. Mm-hmm. Het heeft in Nederland tot 1991 geduurd voordat verkrachting in het huwelijk strafbaar werd gesteld. Dus om maar even aan te geven het niveau van de beschaving en over de morele waarden, als we het daarover hebben, dat een buitengewoon bewegelijk iets is. Maar er is, dat gezegd hebbende, zijn we denk ik wel als het gaat om. Norbert Elias heeft ooit gezegd, de mate waarin een cultuur in staat is om publieke gelduitingen in te dammen, dat is een soort indicator voor het beschavingsniveau. En als ik dan bijvoorbeeld denk aan een onderzoek wat in 2010 verscheen, waarin bleek dat tussen 1998 en 2010 het aandeel van de bevolking in Europa wat geweld tegen vrouwen in relaties onder alle omstandigheden onaanvaardbaar vond, gestegen was van 63 naar 86%. Dat vind ik een vrij forse stijging in een relatief korte tijd. Dus je ziet dat die attitudes verschuiven. Maar tegelijkertijd ook een open deur voor een sociaal wetenschap. 74% van de vrouwen op straat seksueel geïntimideerd. Maar ook tussen attitude en gedrag een kloof. Want jij noemde in het begin het cijfer van 1 op de 10 vrouwen. Het is hoger. Ook weer dat onderzoek wat onlangs verschenen is. Het is ook in Nederland 22% van de vrouwen. Nee, je zou verwachten, we hebben de emancipatie. Dat hebben we in de jaren 60 gehad. We hebben emancipatie. Vrouwen zijn een stuk onafhankelijker geworden dan ze waren. Ja. Je zou toch denken, van nou, daar moet progressie in zitten. Dat 1, dat laten vrouwen zich niet meer aanleunen. En 2, de samenleving laat het zich niet meer aanleunen. Dat hoort gewoon niet meer. En toch? En toch, zo hardnekkig zijn patronen dus. Omdat het hier, denk ik, de vrouwen gaan eerder weg. Ik denk dat er minder vrouwen zijn die zo, omdat er alternatieven zijn. Er zijn opvanghuizen, er zijn andere ambulante vormen van hulpverlening die worden aangereikt.
er is een maatschappelijk debat gaande wat vrouwen en mannen duidelijk maakt van dit moet je niet doen, als je dit doet heb je een probleem. Maar dat neemt niet weg dat die, laten we zeggen, meer psychologische dynamiek waar we het dan vanavond over hebben, dat op het moment dat je een verbinding met iemand bent aangegaan die uit de grond van je hart komt, die verbreek je niet zomaar. Dat verandert niet, ook als je heel geëmancipeerd bent. Ik denk alleen dat dat proces, dat besluitvormingsproces, dat korter gaat worden. Ja. Omdat ook de kennis over hoe hardnekkig ook de herhaling kan zijn, dat op het moment dat meer vrouwen en mannen dat ook weten, dat ze zich realiseren dat ze dus eerder hulp moeten zoeken. En dat is bijvoorbeeld ook de inzet van de campagne die nu loopt. Sanne? Nou, ik doe me aan denken dat nog makkelijk in slachtoffer, zo van die vrouw die is ongevoelig geworden, hè, en die gaat niet weg. Maar het kan natuurlijk ook juist zijn dat een vrouw zegt, omdat ze sterk is, omdat ze geëmancipeerd, die zegt van godverdomme, ik laat het niet gebeuren. Ik ga het oplossen. Ik ga niet zomaar weglopen. Dat is eigenlijk dus juist de kracht. En als ik hem dan niet kan veranderen, ik zie wel dat hij het niet, dan ga ik bij mezelf zoeken. Ik ga zelf kijken wat ik kan doen om dit beter te laten gaan. Ik neem verantwoordelijkheid. Dat is een krachtige stap. Hè? Mm-hmm. En dat is dus eigenlijk meer een geëmancipeerde stap. Ja, dat klinkt raar natuurlijk. Maar zo je wil. In ieder geval een vrouw die het lot in haar eigen hand wil nemen. Ja. Daar kan dat ook binnen een relatie nog gebeuren. Dat je, dat het machtsstrijd is. En dat jij net zo dader bent als dat je ook slachtoffer bent. Ja, dat geloof ik wel. Ik zeg dat is goed. Maar ik zat naar Shanti te kijken. Ja, zeker. Ja. Ik heb zelf bijvoorbeeld in de relatie in verschillende mechanismes gezeten. Ene periode. Deed ik alles wat hij van me vroeg en liep ik echt naar zijn voet en hoe hij wou, wat hij wou, om dus maar te voorkomen dat hij boos werd. Maar in een andere periode bijvoorbeeld dacht ik van het maakt niet uit wat ik doe of hoe ik wat doe, je wordt toch wel boos en dan krijg je toch wel klappen, dus ik ga het ook gewoon extra uitdagen. Ja. En ik ga... Oh, je dacht dan het uit ook? Ja, soms wel, ja. Ja. En waarom deed je dat dan? Ik kreeg het toch wel, dus dan op deze manier kon ik er een bepaalde controle aangeven, zeg maar, van wanneer wat plaatsvindt. Dat je waardigheid dan behoudt? Dat je net zo sterk bent als hij? Nou, net zo sterk niet, maar een bepaalde waardigheid zeker wel. Op die manier was het niet meer onverwachts. Ja, had je het in de hand? Ja, ja. Ja. Want was het onverwacht over het algemeen? Ja, het kon om iets gaan waarvan ik van tevoren wist dat het zou gaan gebeuren. Maar het kon bijvoorbeeld ook gaan dat ik een eitje verkeerd bakte. Dus het kon heel onverwachts komen. Hele onbenullige dingen. Ja. Ja. Tjada, jij zei, dat heeft heel lang geduurd. Niemand wist er vanaf, maar mijn ouders wel. Ja. En hoe kan dat? Hoe ging je daarmee om? Ze hebben dat aangevoeld. Eigenlijk al heel vroeg. En toen ik kinderen kreeg. En de kinderen die werden dan door mijn ouders opgevangen. En die kwam ik dan ophalen. En dan zei mijn moeder altijd, het gaat niet vanzelf over. En dan dacht ik, zoek het uit. Waar heb je het over? En dan ging de deur uit. Maar nu achteraf kan ik wel zeggen dat ze het echt al heel vroeg in de gaten hadden. Ja, maar ze kwamen er niet toe om daar echt met je over te spreken dan? Nou, ze probeerden dat wel. Maar ze waren bang dat ze mij kwijt zouden raken als zij hardnekkiger zouden bevragen, zeg maar. En ze waren bang dat ze mij dan verder van zich af zouden duwen. Want mijn partner toen de tijd, die heeft dat wel geprobeerd om mij bij mijn ouders weg te houden, zeg maar. Die heeft wel geprobeerd om zoveel invloed uit te oefenen dat ik minder naar mijn ouders zou gaan en ook minder naar mijn eigen vrienden zou gaan. Het klinkt echt alsof dat jou aan het isoleren was, hè? Ja, daar was hij ook mee bezig. Ja. Ja. Ik denk niet dat hij dat bewust aan het doen was. Maar alleen zijn wereldje was goed, dus ik moest me eigenlijk voornamelijk met zijn wereldje bezighouden. Tja, dan waren er in jouw geval andere mensen die er vanaf wisten? Zoals ik het zo hoor, mijn moeder die had het ook wel al vroeg door, alleen ik ontkende het altijd. Ze probeerde het bespreekbaar te maken. Heb jij het er wel eens met iemand over gehad?
Met een vriendin van mij die in dezelfde situatie zat. Ja, niks eigenlijk. We motiveerden elkaar wel om weg te gaan, maar zelf de stap nemen om weg te gaan, dat nee. Ja. Nog niet aan de orde. Ja. Wanneer kwam voor jou de beslissing om weg te gaan? Ik was al een paar keer dat ik min of meer weg was gegaan. Toch ook weer niet meer om hem bang te maken van zie je, ik kan wel zonder jou, jij niet zonder mij. Want ik wist toch wel dat ik weer terug zou komen. Maar mijn moment was echt toen ik net bevallen was. Mijn zoontje was 3 weken. En ik kwam binnenstappen en ik wist dat ik klappen zou gaan krijgen. En hij heeft mijn kind 1,5 uur laten huilen om op mij in te slaan, zeg maar. En vervolgens moest ik dus onder het bloed mijn baby van 3 weken borstvoeding geven. Toen dacht ik, dit kan niet. Dit gaat te ver. Ik wil niet dat mijn kind hierin opgroeit. En dat was echt mijn druppel. Ja. Yes. Ja, dus dat had je... Ja, nee, oké, het is helder. Tjada, jij, wanneer nam jij de beslissing? Dat is ook best wel een heftig verhaal. Ik zat, s'avonds was ik een pizza aan het eten met mijn gezin. En we zaten eigenlijk voor de tv, want pizza aten we altijd voor de tv en alles verder aan tafel. Maar pizza aten we voor de tv. We zaten met z'n 4 naast elkaar. En mijn ex die zei van... waarom heb je je ouders gebeld in plaats van mijn moeder om op te passen de volgende dag? En daar werd hij heel boos over. En toen heeft hij mij bedreigd met slaan, terwijl dat mijn kinderen gewoon tussen ons in zaten. Toen is hij heel boos geworden, heeft hij geschreeuwd. Heeft hij me voor hoer uitgemaakt en voor nog veel ergere dingen ook nog. Daar zaten mijn kinderen bij. En ik vond het gewoon heel erg vervelend, heel bedreigend. En ik heb dat ook tegen hem gezegd. Ik zeg, ik vind het niet fijn, ik wil hulp zoeken. Of hulp inschakelen, ik ga een politie bellen. Nou, toen heeft hij naar de kinderen geschreeuwd van als mama de politie belt, dan zien jullie mama nooit meer. Dus die gingen op de telefoon zitten. En hij heeft zijn trouwring toen afgegooid in de keuken gegooid. En toen heeft hij geroepen naar de kinderen dat we gingen scheiden. En toen is hij de deur uitgelopen. En toen had ik echt zoiets van, ja, ik wil niet met zo iemand nog verder. Mijn kinderen waren zo vreselijk overstuur. Mijn hart zat ook ergens in mijn keel. Mm-hmm. Was dat een bevrijding voor je toen dat helemaal... Toen dat gebeurde, ik was eigenlijk doodsbang. Ik was zo bang dat ik gewoon niet meer mijn handen stil kon houden. Die bleven trillen. Het was vrijdagavond. Ik had moeite om hulp te zoeken, zeg maar. Die avond heb ik trouwens niet gebeld, omdat ik ook zelf bang was voor de reactie van mijn partner toen als die terug zou komen. Dus ik heb de volgende ochtend heb ik direct contact opgenomen met Steunpunt Huiselijk Geweld. Echter waren die niet beschikbaar op zaterdagochtend. Ja. En toen heb ik mijn telefoonnummer ingesproken en gevraagd of ze me heel snel terug wilden bellen, omdat er gewoon een hele ernstige situatie was bij mij thuis. Dat hebben zij niet gedaan. Ik heb zelf zondag ook nog een keertje contact proberen op te zoeken. Dat lukte ook niet. Dus ik heb maandagochtend heb ik uiteindelijk contact met ze kunnen opzoeken. En toen hulp gekregen. Ja. Dus ik heb eigenlijk een heel weekend beneden op de bank gelegen met stijve ogen en onder de adrenaline. Ik heb het hele weekend niet geslapen. Oké, maar je bent bij hem weg. Ja, ja. Of niet? Ja, ja. Ja. Heb je nog met hem te maken? Ja, ik heb 2 kinderen van hem, ja. En ik blijf, zolang ik die kinderen heb, blijf ik met hem verbonden. Wat vond u ervan dat je een boek geschreven had? Vreselijk. Hij heeft me gedaagd voor de rechter. En hij wil graag dat ik het de handel uitneem. Ja. Maar ja, goed. Ik heb hem nergens met naam en toenaam genoemd. En dat doe ik nu ook niet. Oké, ja. Ja. René,
Is dit iets wat een samenleving zich aan te trekken? Heeft de maatschappij hier verantwoordelijkheid in dit soort huiselijk geweld? De maatschappij is een heel amorfe... Ja, dat begrijp ik. ...eenheid, maar ik denk wel dat... dat we als burgers, maar ook en de overheid, hier een verantwoordelijkheid in heeft. En ik ben daarom blij dat er ook een onlangs een verdrag aangenomen is binnen de Raad van Europa. En dat wordt binnenkort geratificeerd ook in Nederland. En dat is een verdrag, de zogenaamde Istanbul-conventie. En die gaat over de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen. En Nederland gaat die ratificeren. En daar worden allerlei verplichtingen, neemt de overheid daarmee op zich. Onder andere bijvoorbeeld dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week opvang moet zijn. Telefonische opvang. Dus dan zou dit probleem in elk geval, wat net geschetst wordt, moet worden opgeheven. Een van de afspraken die daarin ook gemaakt is, of verplichtingen als je het wat juridischer wilt formuleren, is dat er ook voorlichtingscampagnes gehouden moeten worden. Echt op geregelde basis. En ik vind dat heel erg belangrijk. Want ik geloof er heilig in dat dit soort gedragsverandering waar we het over hebben, dat kun je niet met wetten en regelgeving van bovenaf. Dat kan hooguit kaders bieden waarin de burgers zelf, waarin voorwaarden gecreëerd worden om de burgers zelf die verantwoordelijkheid te laten nemen voor het eerder weg kunnen gaan uit een relatie of het hulp zoeken of het naar de politie stappen, et cetera. Dus dat bewust worden van we hebben met z'n allen een probleem, dat kun je inderdaad door middel van voorlichting en bewustwordingscampagnes stimuleren. En ik vind ook dat daar verantwoordelijkheden liggen voor sociale partners, maar ook bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven. Want een van de uitkomsten uit het onderzoek wat ik noemde, dat Europese onderzoek, is dat geweld tegen vrouwen via het internet enorme proporties aan het aannemen is. 1 op de 4 vrouwen in Europa maakt dat mee. In Nederland is het inderdaad 26%. En dan heb je het dus over gestalkt worden op het internet, allerlei voorstellen die gedaan worden, chantage via het internet, heel vaak rondom seksuele intimidatie alweer. Daar vind ik ligt ook een verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld telefoonproviders of appontwikkelaars, om mensen hierin meer internet savvy te maken en weerbaarder te maken, maar ook om bepaald gedrag te kunnen voorkomen en mogelijk blokkeren. Dus wat dat betreft denk ik ook dat we, als het gaat om geweld tegen vrouwen in combinatie met waar staan we als samenleving en vooral ook technologische ontwikkelingen, dat we daarin ook naar de sociale partners moeten kijken. Werkgevers, maar ook vakbonden bijvoorbeeld. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar huiselijk geweld in relatie tot ziekteverzuim. Ja. Dat is een enorme schadepost, economisch gezien. Een enorme kostenpost in Nederland. Ik vind het nog steeds verbazingwekkend dat binnen VNO-NCW, dat men daar niet wakker wordt. En ik had niet zo lang geleden daar een gesprek over met iemand van VNO-NCW. En de reactie was toen ik hem wat cijfers noemde over het ziekteverzuim, wat dus rond 10% ligt. 10% van het ziekteverzuim in Nederland is naar alle waarschijnlijkheid, en dat is nog voorzichtig, veroorzaakt door huiselijk geweld. Toen zei die man, nou ja, dat kan helemaal niet waar zijn, want als dat zo hoog lag, dan wisten wij dat wel. Ja, ja, ik dacht, zo kun je ook je kop in het zand steken. We begonnen met cijfers en we eindigen met cijfers en zijn nog verontrustender. Sander... Want hier is ook een soort moreel appel wat jij probeert te organiseren. Is dat, zijn de mensen, de mannen die jij, waarmee jij te maken hebt in je praktijk, zijn die daarop aan te spreken? Ja, want het zijn ook morele wezens op een paar uitzonderingen na. Die zijn er natuurlijk altijd, dat heb ik al genoemd. Natuurlijk zijn het morele wezens die aan te spreken zijn daarop. Maar nogmaals, er zijn een heleboel andere dingen waardoor ze het soms toch doen. Ja. Misschien toch wel goed te zeggen. Wat helpt het meest? Het morele appel? Is het ook het verbod bijvoorbeeld? De dreiging? Het is altijd een heleboel dingen tegelijk. En het belangrijkste tegenwoordig is dat we zeggen van, we gaan het nu even niet hebben over schuld of verantwoordelijkheid nemen. Hoe krijgen we het veilig eerst? En dat is in de toekomst gericht. En dat, de rust enzovoort. En dan kunnen we terugkijken van wat kunnen we eraan doen om het structureel te maken. Maar dat idee van
We gaan het eerst veilig maken. Dat is denk ik de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen tijd. Janti, zou het je opnieuw kunnen overkomen? Nee. Nee. Dat weet je helemaal zeker? Ja, nou, ik heb in mijn omgeving zelf gezien dat bijvoorbeeld een vrouw heeft in 3 gewelddadige relaties gezeten. Dus 3 verschillende partners. Maar nee, ik heb eigenlijk een bepaalde afkeer naar mannen ontwikkeld in de tussentijd. En daar ben ik langzaam gelukkig vanaf aan het komen. Maar ja, ik herken het heel snel ook. Ook omdat ik het meer om me heen heb gezien en nu ook echt in de ervaringsdeskundigheid zit. En in de cliëntenraad werkzaam ben. Dat, ja, soms herken ik het misschien te snel. Of als jij nu terugkijkt naar dat meisje wat je was 16. Ja. Wat is dat meisje overkomen? Ja, mijn jeugd is wat dat betreft eigenlijk best wel afgepakt, vind ik. Ja. Ja. Was dat meisje naïef? Of, Ja. Ja. Ja, ik was ook vooral jong. Maar ik wist, ja, het is eigenlijk heel raar. Ik had huiselijk geweld bij mijn tante gezien. En ik wist, of ik zei altijd van, nou, zoiets gaat mij nooit overkomen. En toch, ja, kwam ik er middenin. Tjada, gaat het jou nog overkomen? Ik heb denk ik voelsprieten ontwikkeld die niet te zien zijn, maar die ik wel heb. Want mijn nekhaar gaan echt recht overeind staan als ik een van de eigenschappen van een narcistische persoon tegenkom. Dan, ja, dan is het voor mij klaar. Okay. Ik wil jullie allen heel hartelijk danken voor dit gesprek. En jullie met name voor jullie openhartigheid hier. Mocht u meer ervan willen weten, dan kan ik u dit aanbevelen. We gaan even pauzeren, niet nadat ik nog een paar mededelingen heb gedaan. En dat zijn... Nieuwe Duivelse Dilemma's. Dit is de eerste avond. Volgende week is de tweede, maar dan niet op de dinsdagavond, maar op de woensdagavond. U kunt nog tot 9:15 bij de kassa terecht. Heel voor kaartjes. Maar ze zijn natuurlijk ook op de website verkrijgbaar. En dan heb ik volgens mij voor nu alles gezegd. We gaan even pauzeren. Ja, nog één opmerking. Voor degenen in de zaal die geïnteresseerd zijn in de cijfers, wil ik verwijzen naar onze website www.atria.nl. Daar kunt u de digitale versie van de rapportage waar ik over sprak, kunt u downloaden. Oh, god, ik denk het is 9:50. Nee, het is 9:07. En om 9:50 gaan we met de film verder. Er ligt trouwens, ja, ik zie uw hand opsteken. Er ligt daar een tafel en daar liggen nog meer. Er ligt het boek, daar liggen nog meer folders en er ligt nog een ander boek. Dus daar kunt u naartoe als u nog meer informatie wil. Oké, hartelijk dank.